Goedenavond, lieve kijkers. Heel hartelijk welkom bij Creatief met Kurk. Het enige programma in het Nederlands omroepbestel dat tot doel heeft haar kijkers een creatieve kijk op de levensbasis te geven. En dat doen we natuurlijk samen met onze leermeester. Je zou haast kunnen zeggen onze guru, Peter. En die zit hier naast mij. Hi, Peter. Hi, Ellen. Hi. Hi. Peter, een nieuw seizoen, een nieuw basismateriaal? Oh nee, en we blijven trouw aan de basisfundamenten van de ingeslagen weg. En die ingeslagen weg is, Peter? Die is Kurk. Kurk. Goed, waarom Kurk, Peter? Oh, er zijn legio mogelijkheden voor om daar nog een seizoen aan vast te knopen. En de belangrijkste reden vind ik altijd haar veelzijdigheid. Ze is veelzijdig. Het thema voor vanavond, het openingsthema, is muziek. Hoe gaan we dat vorm geven, Peter? We gaan een blaasinstrument maken. Uit Zuid-Amerika, uit Peru. De nationale volksmuziekinstrument, de Peruaanse panfluit. Goh, een nationale Peruaanse panfluit. Dat is niet voor de poes, mensen. Wat enig, ik ben zelf dol op fluiten. Ja, en op poes heb je poes. Ja, en op de combinatie daarvan. Ik fluit mijn poes graag. Maar ja, dat doe ik dan niet met een panfluit. Nou, als je oplet, dan kan je vanaf morgen, als je vanavond maakt, je poes fluiten met die Peruaanse panfluit. Nou, dat zou ze leuk vinden. Ja. Hè? Goed. Beginnen. We gaan cilindertjes maken van Kurk. Dat doen we door middel van een appelboor. Gaan we doorboren. De appelboor die gebruik je normaal om een appel te doorboren. Een Granny Smith. Of een sterappeltje. Ja, of een gouternet. Zo. Altijd uitkijken, hè. Altijd van je af. Ja. Nooit naar je toe. Ja. Ik heb er al een stuk of wat in het voren geperforeerd. Ja. En zoals je ziet, kijk, en nu gaan we deze vlakken hier, die je hebt gekregen, die rondjes, die gaan we insmeren met universele hobbylijm. Kijk uit, Ellen, dat je altijd de vlakken goed insmeert, dat je straks geen valse lucht krijgt die kan ontsnappen eruit. Zo, en dan wacht je even tot het droog is. Hoe lang? De do, die wordt 12 centimeter, 7 kurken ongeveer. Ja. De re, 10 centimeter. Dat zijn 5,5 kurken. En zo door. Maar Peter, ik bedoel het eigenlijk niet. Ik bedoel, hoe lang wacht je tot de lijm droog is? Een minuutje. Ah. Dus je mag blazen? Ja, je mag blazen, ja. Dan droogt de lijm sneller, hè. En het is goed om door te blijven ademen als je in een creatief proces zit. Ik zelf ben altijd heel erg gespannen, toch door dingen van buitenaf. Maar ook best veel ontspannen, omdat ik me toeleg op iets wat ik heel fijn vind. Ja, Peter, je zegt dat je gespannen bent. Ja, dat komt door mijn hobby. Dus je wordt gespannen van Kurk? Nee. Mijn hobby is korfbal. Zo. Nou, het is droog. We plakken het tegen elkaar vast, zie je wel. Dan krijg je dus een cilindertje. Misschien kan je dat even wegleggen. Want ik heb hier een blaaspijpje wat we nu gaan stemmen. Daar gebruik je een muziekinstrument voor. Ja. Bijvoorbeeld een gitaar of een piano. Ja, of een viool. Maar ik gebruik een stemvork. Ja, een stemvork. Ja, hoor je? Hij klinkt een beetje vals. Ja, dus hij moet wat niet helemaal bijgeveild worden. We gebruiken vuilgarnituren ervoor, een nagelvuiltje of een andere vuil. Altijd opletten. Je kan er wel altijd iets van afveilen. Je kan er nooit iets aanveilen. Peter, je zegt net dat je spanningen hebt op korfbal. Hoe kan dat? Dat komt omdat mijn ex-partner ook nog op korfbal zit. Oh, die Annelies. Annelies. Oh ja, Annelies. Ja, het is namelijk een gemengde sport, hè, korfbal. Oh ja.
En zie je de kans om met haar te praten? Nee, wel om met haar te douchen. Ah. We douchen ook gemengd. En ja, dat geeft spanning, hè? Goh. Zo, nou, als je dit even weg kan leggen. Want als je alle buisjes gemaakt hebt in de verschillende do-re-mi's... Ja. En bijgeveild hebt, dan is dit toch al gauw het ongeversierde eindresultaat. Nou, het ziet er prima uit. Ja. En ga je er nog versieren? Nee, ik heb definitief met ze gebroken. Het is uit. Nee, ik bedoel je fluit. Een fluit? Je nationale Peruaanse panfluit. Ja, met koffieboontjes. Ah, leuk, koffieboontjes. Ja, dat doen ze in die landen ook altijd. En dan is dit het versierde eindresultaat. Kijk, koffieboontjes hier en trosjes, soort pindarotjes. Ja, ziet er hartstikke leuk uit. Van koffieboontjes. En moet je nou eens luisteren. Nou, dat willen we allemaal wel kunnen, thuis. En dat kan ook als u goed gekeken heeft. En als het allemaal te snel is gegaan, dan kunt u het altijd nog eens rustig nalezen in het cursusboek. En dat cursusboek is verkrijgbaar in die betere doe-het-zelfzaak. Goed, dat was het voor deze week. Over 2 weken zijn we er weer. En Peter, het is misschien wel even leuk om te vertellen met wat voor basismateriaal we over 2 weken aan de slag gaan. Ja, en over 2 weken gebruiken we als basismateriaal kurk. Nou, lieve kijkers, dat was het. Bedankt voor het kijken en tot over 2 weken. Hartstikke leuk om zo'n fluit aan iemand cadeau te doen, hè? Ja, ik denk dat je daar heel leuk mee uit de hoek komt met zo'n fluit. Lekker blazen.